willen gaan, want we gaan naar de poort. Naar de poort, naar de bloempoort. Ja. Ik werd benaderd door de gemeente Almelo of ik een poort kon maken voor de stadstuin. En dat in samenwerking met de buurtbewoners en mensen die in de binnenstad betrokken zijn. Ik heb toen in eerste instantie een idee bedacht aan de hand van het thema water. Omdat de gemeente Wanda zei van, water is in Almelo heel erg belangrijk. We willen het water terugbrengen in de stad zoals het vroeger was. In het patronen is ook een praam verwerkt. Het platte schip wat door het kanaal van Almelo de textiel kwam aanvoeren. En als extra elementen, want ik wilde echt dat het een echte poort werd met waar je wat aan kon aflezen, heb ik een aantal elementen toegevoegd. Uiteraard het wapen van Almelo. De katoenpluk, zeg maar, omdat er veel katoen verwerkt is in het verleden bij de textiel. Het Katrina-stempel van het oude klooster en de gewone schietspoel van de weverij. En als extra heb ik dacht van nou, op die zuilen moet eigenlijk ook nog een mooie afsluiting. En toen reed ik op de fiets hier door Almelo en ik zag het officiershuis. En het heeft een heel mooi torentje met een heel mooi dakje erop. Ik dacht van goh, dat zou nou mooi zijn om dat op een wat abstractere manier te verwerken, zeg maar, in die poort. Zodat je ook een verwijzing krijgt naar de omgeving waar het in staat. Peter Molen vroeg of wij een bord zouden kunnen maken waar het past bij de borden die we hier in de omgeving al verplaatsen. Daar staat er een bij Ledenboer met het Paleis van Justitie. En aan de andere kant op. Dus toen hebben wij gezegd, dat doen wij. Stadsteun, hier stond het Katharina-klooster. Zal ik even voorlezen? Ja. Stadsteun, hier stond het Katharina-klooster. Als nu de wethouder en Beter Wonen zich inzetten voor het beheer van de tuin, dan zouden de bewoners het dicht en open doen van het hek willen gaan regelen. Nou, is dat nou niet een hele mooie wederkerigheid? Goed. Hartelijk dank. Ja, heb je het goed gedaan, dames en heren? Oké. Dank u wel. Ja, het is goed zo hoor. Ja, het lijkt me verstandig dat de bewoners dan zelf ook de sleutel hebben. Dat ze die poort open en dicht kunnen doen. En ik heb het bij me. Ah. Er zitten carnavalsbelletjes aan, zodat ze hem niet kwijt kunnen raken. Mevrouw Klein-Haarhuis, u bent voorzitter van de bewonerscommissie van de Kloosterhof. Hoe vond u het om in die functie betrokken te zijn geweest bij het ontwikkelen van de stadstuin? Ik vond het zeer interessant. Vooral dat je het ontwerp ziet kaal op papier. En je ziet tijdens de bouw hoe het zich daar ontwikkelt. Ik vond het grandioos. Hoe is uw inbreng geweest? Nou, wij mochten dus het ontwerp van de poort uitzoeken. Dat hebben we gedaan met alle bewoners. Ook van de overkant en van het warenhuis als commissie. En we hebben gekeken naar de plannen. We hebben nu nog gevraagd een paar bloembakken. Nou, dat wordt voor geregeld. Ik vind het prachtig.